Welkom weer bij de Gouden Eeuw Kennisquiz. En vandaag gaat het over de handel op de Oostzee en naar Amerika. Aan de ene kant staan mijn twee kandidaten Timon en Dora uit. Wij komen uit Den Bosch. Ja, we hebben verschrikkelijke honger, maar er is allemaal niks te eten. Is er niet eens een hapje of een zoutje of zoiets? Nee, is er niet. En tegenover jullie staan Dirk en Katrien uit... Utrecht. Hallo, wij houden van wandelen, van veldslagen naspelen en van onze grote hond Willybrood. Of een wortel, is het niet ergens een wortel? Nee, de eerste vraag. Welk land is de grootste handelsnatie ter wereld? Ja, dat is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Nederland is helemaal goed. Noem de vier producten. Ja. Tabak, suiker, goot, zout. Waarin door Nederland gehandeld wordt, klopt helemaal goed. Ja. Hallo, maar er wordt ook in slaven gehandeld, hè? Nee, echt waar? Tja, het is erg, hè? Dat is juist. Nederland verdient heel veel geld aan de slavenhandel. En daar worden ook deels die mooie, dure grachtenpanden van betaald. Ik ben er tegen. Ik ook. Ik ook. En ik ook. Volgende vraag. De financiële wereld. Waar staat de oudste beurs ter wereld? Amsterdam. Helemaal goed, jongens. Goed. Nova Zembla gaan we naartoe. Wat zochten Barends en Heemskerk? Een nieuwe route naar Indië over de Noordpool. Ja, maar ze kwamen wel vast te zitten in het ijs. Ja, maar dan kan je wachten natuurlijk. Dat is goed. Ooit zal er een verfilming komen van Nova Zembla met... Ja, dat weet ik. Dirk de Lind speelt Willem Barends. En Heemskerk wordt gespeeld door... hoe heet hij nou? Vledder. En Dutch Kroes op de schommel. En het wordt geregisseerd door Arnie. Uit Goede Tijd, Slechte Tijden. Inderdaad, Arnie Roberts is de regisseur. Welke Russische tsaar woonde undercover en stiekem in Zaandam? Ja, die weet ik. Dat is Peter de Grote. Want hij wou alles weten over de scheepsbouw. Ja, en hij was ook altijd vermomd, zodat niemand hem kon herkennen. Maar hij nam dus wel alle kennis mee, hè? Ja. Klopt, helemaal. En daarom zijn er ook zoveel Nederlandse woorden in het Russisch. Ja, zoals matroos, anker, vloot, kabeltouw, stoel, skipper. Zo, dat wist ik niet. Nou, dan weet je het nu. Wat is een kaperbrief? Hey, dat is een vergunning voor de piraterij. Dan mag je plunderen en roven wat er maar wilt. Ja. Net zoals Piet Hein. Net zoals Piet Hein. En hoe ging dat lied over Piet Hein ook weer? Piet Hein, Piet Hein. Piet Hein, zijn dames zijn. Helemaal goed, dames en heren. We hebben een winnaar. Timon en Dora, jullie hebben gewonnen. Jullie winnen een tropisch en toch Nederlands eiland naar keuze. Nou, ik had liever iets te eten gehad. Oh, nou ja, doe dan maar Aruba. Aruba. Nee, of Sint Maarten. Of Curaçao. Curaçao, we sturen Curaçao naar jullie toe. En de tweede prijs gaat naar jullie toe. Kijk eens, jongens, een heerlijk speenvarken aan het spit. Oh, God, misschien ook zo'n hapje van zo'n speenvarken. We hebben zo'n honger. Dit was het weer, de kennisquiz van deze week. Tada. Zo. Weet je wat? Kom hier lekker bij ons eten, neem je al je kinderen mee. En dan maak ik een heerlijke, frisse, zomerse fruitsalade erbij. Oh, leuk. En dan gaan we daarna naar Curaçao. Knap, dat hij dit allemaal weet. Hajo, weet je wat het is met zo'n quiz? Als je de antwoorden weet, is het eigenlijk heel makkelijk. Hoef je alleen nog maar te drukken? Nou, dat kan jij ook nog wel.